zijn nog bij de balie geweest. Ja. En we hebben mogelijk 3 hier voorbij. Oh, netjes. We hebben nu, nu straks, hierna. En daarna om 8 uur nog een keer. En daarna mogen we nog 1. Weet je, we hebben wat anders dan de Nesco 3 schrijft meer, hebben we gewoon dik 30 euro weggekocht. Ja, nu hebben we een reden wat voor ons waarde. Ik heb een probleempje. Nee joh. De van het stoeltje. Oh, oef. Schuift hij nu los? Zit er wel in. Ja, maar ik kan het vertellen. Ja. Als je me leuk vindt. Echt carnival, echt uitgaan van de mensen. Niet goed. Ja, wat denk je? Heel veel mensen denken dat het gewoon botauto is. Het is geen botauto, Rijs. Ik kan niet bestellen. Deze lag wel los. Hij zit wel muurvast. Wie gaat hier rijden? Moet ik hier mee? Ja, dat kan maar. Geef maar mij. Het zit gelukkig muurvast. Zodra hij een beetje gaat schuiven, dan gaan we kom je meteen deze kant op. Ik zo zijn knop in en dan help ik de hand omhoog. Dat is helemaal goed. Nou, in ieder geval dat het ook dat is. Ja, ver ik wist als ik eraan kan trekken, dan kan geen eens zeker achter. Hij heeft alweer één van zijn kast gesloten. Van de tweede. Eerst de linker voorwiel, nu een vergrendingspeentje gaat lekker. Voor straks worden. Ik had er net eentje. Ja? Ik had er net eentje die zat in de oplader. En kijk, wat weet hij? Ja? Hij ging met zijn voeten ging hij met de banden vooruit. Ja? Dus de hele oplader ging helemaal scheef hangen. Nee. En toen kon hij een keer gas geven, dus hij geeft een keer vol gas. Niet weten dat dus die oplader erin zit. Hij had de baan weer af kunnen rijden, hij had stroomschok kunnen krijgen, hij had de accu kunnen overbeladen. Dat is een reden waarom hij niet rijdt natuurlijk. Dus ik werd heel boos op hem. Maar een schade gelijk voor een kartbaan. Ja, zij zegt tegen mij van ja, ik heb dat niet gezien. Ik zeg van nou, als je dat niet gezien hebt, dan moet je ook niet gaan karten. Nee, precies. Nou, dat was dus stil. Je moet er wel bij kijken en denk of hij zijn pitlist gaat. Dat er nog de auto toe kan zitten of weet je. Ja. Je moet eerst vrijgegeven worden door jullie voordat je er zeker weet dat je kunt karten. Ja, en natuurlijk, ik was wel echt even pissig. Want dat kan natuurlijk alle gevolgen hebben van die. Ja. Dus daar was ik een beetje pissig op, maar ja. Nou ja, gelukkig is het bij je fietsen gebleven. Dus dat, Het is civiel gebleven. Succes! Ja, dankjewel. Ik ga blijven. Ik hoop dat de stoel heel blijft. Ik heb een kartwissel moet toepassen straks. Dus dat, ik hoop dat de stoel heel blijft. Ik hoop het ook. Als je stuur maar eraan blijft. Als je maar kan sturen en remmen gaat geven. Nee, een van de eerste Unipack kart evenementen hier zo te brak deze week voorwiel eraf. Je begon helemaal te klapperen zeg maar. Nee joh. Dus bij het wieval, bij de pit en uit. Nou, leuk hè? Ja. Okay. Ja, kijk hoe ze warm zijn, maar ze koelen snel af. Ja, daarom. Ja, maar die van mij moest ik echt opwarmen, want die van mij waren net nieuwe banden. Ja, ik hoop niet dat ik uit jouw kaart krijg, Pik. Dan zou ik ook vergeten, die snelste. Ik weet niet welke was, maar had ik eerst 8 en in mijn niveau, dat ik de pit uitreed, bam, 9. Gewoon in één keer, bam, wegrijden. Oh, oké. Okay. Ja, ik heb een keer gehad, level. Het is echt hoort, gewoon. Ik heb begin van level 7. Ik heb een keer gehad dat ik midden in een bocht op level 10 toe geweest. Nou, je schiet gelijk de muur in. Ja, ik heb één zwakke plek en dat is toch die bocht die zo loopt. Ja. Dat is één van mijn zwakste. Dat is ook een beetje gevoel wat je bij moet hebben. Maar ja, ik merk wel met leunen nu dat ik steeds meer beter in de bocht in kom. Ja, steeds precies begint te rijden. Steeds sneller. Nou, zij die mogelijk gaan verschuiven tijdens het rijden, goed. Kijk, 1, 2, 3 ook nog komen. Yo! Ik moet mogelijk straks de kaartwissel toepassen. Ik heb een vergrendeling die eruit moet. Dus dat, ik heb weer een onderdeel afgebroken. Ja, ik heb het weer gedaan hoor. Dit keer hebben we een pin van de stoel. Dat is toch ook nog wat. Ja.
naar de snelle laan. Thank you.
0-10. Zeg, wanneer mogen we weer? Ja, dat dacht ik al. Wij hopen met jullie keer mee. Ja, dat was wel heel goed. Wat een battle. Dat was net zo. Dat was een heel hard gebattle. Goed gedaan. Ja, ik zat jouw deur dicht te gooien op een gegeven moment. Ja, jij liep weer aan de... Heel goed. Ik dacht eerst van, oh jeetje, er gaat ruzie komen. Dat is die daar. Ja, super clean. Zeker man.